Openen het woord van de Heere onze God deze morgen in het Bijbelboek Richteren. In de thuisgemeente Kerkwerven ben ik bezig met een serie over de Richter Simson. En als deel daarvan heb ik daar ook Richteren 15 bepreekt. En naar die geschiedenis willen we ook deze morgen hier in Schravenzande luisteren. Richteren 15 vanaf vers 1 tot en met vers 20. Daar lezen we Gods woord als volgt. En het gebeurde na enkele dagen in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei, laat mij bij mijn vrouw de kamer binnengaan. Haar vader stond hem echter niet toe om naar binnen te gaan, want haar vader zei, ik dacht werkelijk dat je haar zeer haatte. Daarom heb ik haar aan je metgezel gegeven. Is haar jongste zuster niet knapper dan zij? Laat zij toch in haar plaats voor jou zijn. Toen zei Simson tegen hen, ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen als ik hun kwaad doe. En Simson ging op weg en ving 300 vossen. Hij nam fakkels, keerde staart aan staart en maakte in het midden tussen elke twee staarten een fakkel vast. Hij stak die fakkels aan en liet ze door het staande koren van de Filistijnen lopen. Zo stak hij zowel de korenhopen als het staande koren in brand, als ook de wijngaarden en olijfbomen. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zei, Simson, de schoonzoon van de man uit Timna, omdat die zijn vrouw genomen en haar aan zijn metgezel gegeven heeft. Toen trokken de Filistijnen daarheen en verbrandden haar en haar vader met vuur. Daarop zei Simson tegen hem, als u zo doet, zeker, dan zal ik me op u wreken en pas daarna ophouden. En hij sloeg hem met een grote slag de botten stuk. Daarna vertrok hij en ging in een kloof van de rots Etam wonen. Toen trokken de Filistijnen op, sloegen hun kamp op tegen Juda en verspreidden zich in Lehi. En de mannen van Juda zeiden, waarom bent u tegen ons opgetrokken? En zij antwoordden, we zijn opgetrokken om Simson te binden, om met hem te doen zoals hij met ons heeft gedaan. Daarop kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam. En ze zeiden tegen Simson, wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit dan aangedaan? Maar hij zei tegen hen, zoals zij bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan. En zij zeiden tegen hem, wij zijn gekomen om u te binden en over te leveren in de hand van de Filistijnen. En Simson zei tegen hen, zweer mij dat u mij niet zult doodsteken. Daarop zeiden zij tegen hem, nee, wij zullen u namelijk alleen binden en u in hun hand overleveren. Doden zullen wij u echter zeker niet. En zij bonden hem vast met 2 nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. Toen hij bij Lehi kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de geest van de Heere werd vaardig over hem. En de touwen die om zijn armen zaten, werden als vlas dat door het vuur verbrand is. En zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. En hij vond een verse ezelskaak. Hij stak zijn hand uit, nam die en sloeg er 1000 man mee dood. Toen zei Simson, met een ezelskaak heb ik 1 hoop, 2 hopen. Met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. En het gebeurde, zodra hij uitgesproken was, dat hij de kaak uit zijn hand wierp en hij noemde die plaats Ramat Lehi. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de Heere en zei, u hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedenen vallen? Toen kloofde God de holte die er in Lehi is. En er kwam water uit. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en leefde hij op. Daarom gaf hij hem de naam Bron van de Roepende, die tot op deze dag in Lehi is. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar lang. Tot zover.
Gemeente des Heren, wat heb ik gedaan? Waarom maakte ik mij gisteren zo kwaad? Waarom heb ik in mijn boosheid zo fel gereageerd? Na een nachtje slapen kun je zo terugkijken op de dag van gisteren. Je had ruzie, je was boos. Je hebt dingen gedaan en dingen geroepen. Maar nu, een dag later, de boosheid wat is weggezakt. Je komt tot jezelf, nu denk je, heb ik in mijn boosheid niet te fel gereageerd? Heb ik niet mijn eigen glazen hiermee ingegooid? Zoiets lijkt ook te gebeuren bij Simson aan het begin van Richteren 15. Wat is er dan aan vooraf gegaan? Nou, in het voorgaande hoofdstuk is Simson getrouwd met een Filistijnse vrouw. Maar op de bruiloft is het helemaal misgelopen. 30 Filistijnse metgezellen hebben samen met Simson heeft met 30 Filistijnse metgezellen op die bruiloft een weddenschap afgesloten over een raadsel. Waarbij de afspraak was, als je het raadsel oplost, dan krijg je 30 stel nieuwe kleren. Als je het raadsel niet oplost, betaal je aan mij, aan Simson, 30 stel nieuwe kleren. Het raadsel oplossen lukte die mannen niet en toen hebben ze Simsons kersverse vrouw onder druk gezet. Als jij ons het antwoord op het raadsel niet vertelt, dan steken we jou en het huis van je vader in brand. Hoe reageerde die bruid van Simson daarop? Ze zocht toen niet haar toevlucht bij Simson. Simson, help, wat moet ik doen? Nee, uit angst koos ze partij voor die vijand, voor die Filistijnse mannen. En verraadde ze haar eigen man. O, wat was Simson boos. En in zijn boosheid is hij toen teruggegaan naar zijn ouderlijk huis. Hij heeft zijn vrouw, zijn bruid achtergelaten in die Filistijnse stad Timna. Hij gaat weer terug naar Israël. Maar een paar dagen later heeft Simson daar toch wel spijt van. Heb ik in mijn boosheid niet te fel gereageerd? Heb ik mijn eigen glazen niet ingegooid? En dus zien we hem een paar dagen later, aan het begin van Richteren 15, toch weer op weg naar dat Filistijnse stadje Timna. Maar in plaats van verzoening, lopen de zaken dan pas echt uit de hand. Nu ja, echt uit de hand. Menselijk gesproken lijkt het daar wel op als je Richteren 15 leest. Maar door al het menselijke heen is nog altijd de Heere aan het werk. En de Heere maakt dat door al dat menselijke heen in het laatste vers van dit hoofdstuk eindelijk gezegd kan worden. Dat Simson als richter leiding gaat geven aan Israël. Naar die geschiedenis gaan we vanmorgen luisteren. Thema voor de preek, het wonder dat Simson toch richter wordt. Het wonder dat Simson toch richter wordt. Dan letten we op 3 dingen. Als eerste, ondanks de ikgerichtheid van Simson. Ondanks de lafheid van Juda. En dankzij de verlossing van God. Het wonder dat Simson toch richter wordt. Ondanks de ikgerichtheid van Simson, dat als eerste. Ondanks de lafheid van Juda, dat als tweede. En dankzij de verlossing van God, dat als derde. Eerst dus ondanks de ikgerichtheid van Simson. Daar gaat hij weer, Simson. Weer op weg naar Timna. Op bezoek bij zijn vrouw nadat hij een paar dagen geleden zo boos van die bruiloft is weggelopen. Bij dit bezoek wil Simson natuurlijk niet met lege handen aankomen. Wij zouden misschien een bosje bloemen meenemen. Simson neemt, helemaal passend in die tijd, een geitenbokje mee. Maar als hij bij het ouderlijk huis van zijn bruid aanklopt, wacht hem daar een grote teleurstelling. Zijn schoonvader doet open. Je ziet de verrassing op zijn gezicht. Simson, jij hier, dat had ik niet verwacht. Jazeker, zegt Simson, ik kom mijn vrouw weer opzoeken. Kan ik binnenkomen? Je
ziet die schoonvader heel ongemakkelijk kijken. Wel, Simson, dat wordt een beetje lastig. Zie je, toen je aan het einde van die bruiloft woedend wegstormde, toen dacht ik bij mijzelf, die zien we nooit meer terug. Je was zo kwaad op mijn dochter. En toen dacht ik bij mezelf, wat moet ik nou? Je begrijpt, dat was wel een heel akelig einde van die bruiloft. En zoiets blijft natuurlijk ook mijn dochter aankleven. Dus ik heb er geen gras over laten groeien. Ik heb haar zo snel mogelijk tot vrouw gegeven aan een van die 30 mannen die jou die week gezelschap hebben gehouden. Maar Simson, niet kwaad worden nu. Ze heeft ook nog een zus. Die is nog knapper dan zijzelf. Met haar mag je nu wel trouwen. Dat is creatief bedacht van deze man. Maar bij Simson werkt het niet. Hield Simson dan zoveel van zijn vrouw? Nou, dat zal het punt niet direct zijn. Zo goed kent hij haar niet eens. En die huwelijksweek was tussen hen beiden ook al niet zo gezellig geweest. Nee, wat hier vooral speelt, is dat Simson in zijn eer is aangetast. Die vrouw is mijn vrouw. En nu is die Filistijnse vent, die ook nog eens een van die 30 valsspelers is, nu is die Filistijnse vent er met mijn vrouw vandoor. Dat pik ik niet. En dat laat Simson horen ook. Dit keer ben ik onschuldig, zegt hij, als ik de Filistijnen kwaad doe. Ja, de Filistijnen. Niet alleen maar mijn schoonvader en niet alleen maar die man die nu met mijn vrouw getrouwd is. Nee, het is dat hele Filistijnse volk met elkaar. Ze spelen vals, ze roven mijn vrouw, ze houden elkaar de hand boven het hoofd. Ik zal ze. En opnieuw ziet die schoonvader Simson woedend wegstormen. Maar deze keer gaat Simson niet terug naar zijn ouderlijk huis. Dan moet je eens kijken, jongens en meisjes, wat Simson doet. Simson gaat op jacht naar vossen of naar jakhalzen, want daar wordt in de Bijbel hetzelfde woord voor gebruikt. Hij vangt er uiteindelijk 300. Nou, dat is iets waar Simson wel de nodige tijd mee bezig zal zijn geweest. Maar als hij dan die 300 vossen of jakhalzen heeft gevangen, wat doet Simson er dan mee? Dan pakt hij er telkens 2 tegelijk en die bindt hij dan met hun staarten aan elkaar. En aan die staarten bindt hij vervolgens een fakkel. En die fakkel steekt hij in brand en dan jaagt hij die vossen de Filistijnse akkers in. Moet je kijken, daar gaan ze. Die beesten met een brandende fakkel aan hun staart. Ze worden gek van angst. Ze willen maar één ding, zo hard mogelijk wegrennen. Maar ze zitten ook aan elkaar vast. Dus trekken ze elkaar steeds heen en weer en zo lopen ze zigzaggend over die Filistijnse akkers. Alles wordt in brand gestoken. De tarwe die al geoogst is en die in schoven samengebonden staat. Maar ook het graan dat nog niet geoogst is, vliegt in brand. En kijk eens, daar verderop, daar branden de wijngaarden ook al. En daar staan al zwart geblakerde olijfbomen. Een groot deel van de oogst van de Filistijnen gaat in vlammen op. Een enorme ramp dit. Het is het voedsel voor de komende winter. Dit is de basis van de Filistijnse economie. Dit betekent honger, armoede voor de komende tijd. Heel die Filistijnse samenleving wordt hier in ellende gestort. Wat doe je nou bij zo'n ramp? Ja, eerst het vuur doven en de schade bekijken. Maar dan, net als bij een ramp in onze tijd, komt op een gegeven moment de vraag naar boven, wie zijn schuld is dit eigenlijk? En daar komen de mensen al snel achter. Simson heeft het gedaan. Maar hij heeft het niet zomaar gedaan. Hij heeft het gedaan omdat zijn schoonvader zijn vrouw aan een ander heeft gegeven. Als je 2 schuldigen aan kunt wijzen, dan pak je natuurlijk degene waarvoor je het minst bang bent. Dus komen de Filistijnen geen verhaal halen bij die gevaarlijke Simson, maar zoeken ze die vrouw en haar vader op. En dan? Simson heeft onze oogst verbrand, dus verbranden wij, zo zeggen die berooide Filistijnen, nu jou en je vader met vuur. Simsons vrouw en haar vader
levend verbrand. Bizar. Bizar ook omdat dit nu precies is waar die vrouw eerder mee bedreigd is. Door die groep van 30 metgezellen op de bruiloft. Als je ons het raadsel niet vertelt, dan verbranden we jou en je vaders huis met vuur. Die vrouw dacht aan dat lot te ontsnappen door Simson te verraden. Maar door haar verraad eindigt het met een hele omweg toch weer hier. Dat ze verbrand wordt met haar vader erbij door haar eigen Filistijnse volksgenoten. Bizar. Dat bericht komt dan weer bij Simson terecht. En dat betekent direct de volgende escalatie. Oh, gaat dat zo, zegt Simson. Dan zal ik nou eens echt wraak nemen. En daar gaat hij. Verhaal halen bij de moordenaars van zijn ex-vrouw. Hij slaat ze alle botten stuk, staat er. Hij laat niks van ze heel. Een grote slag voor de Filistijnen. Als je nou al die gebeurtenissen zo hoort en op je in laat werken. Wat gebeurt hier toch? Als je Simson zo bezig ziet, is dat nou Israëls verlosser? Ja. Dat is Israëls verlosser. Al is het maar zeer de vraag of Simson zichzelf daar nu helemaal bewust van is. Want, eerlijk is eerlijk, Simson doet hier vooral zijn eigen ding. In heel zijn doen en laten en ook in zijn spreken merk je dat. Het gaat er telkens om wat hij wil, wat in hem omkomt. Het gaat om zijn wraak, om zijn eer die is aangetast. Terwijl Simson ondertussen, als het aan hemzelf gelegen had, weer rustig verder gegaan was in zijn relatie met die heidense Filistijnse vrouw. Daarvoor was hij tenslotte in eerste instantie weer naar Timna teruggekomen. Is dat nou Israëls verlosser? Ja, dat is Israëls verlosser. Want God heeft hem daartoe geroepen. Al zie je hier Simson vooral zijn eigen ding doen. En al zijn persoonlijke wraakzucht en ikgerichtheid. Toch is hier ondertussen de Heere bezig om de vijand van Israël. En dat zijn de Filistijnen toch. Toch is de Heere hier bezig om de vijand van Israël slag op slag toe te brengen. Werpt dat ook geen licht op de wereld van het hier en nu? Wat gebeurt er toch in deze wereld? Wat gebeurt er in het groot, in Oekraïne, Armenië? En nu in de afgelopen week in Israël, wat gebeurt er, waar moet het heen? En ook als je dat als vraag aan jezelf in het klein stelt, waar moet het heen in mijn eigen leven, met de brokstukken, met wegen die vastlopen, waar ik geconfronteerd word met eigen verkeerde keuzes, hoe moet ik verder? En als ik kijk naar Gods kerk, naar lauwheid, verdeeldheid, onbijbelse standpunten die een opmars lijken te hebben, wereldgelijkvormigheid, hoe kan dat nou? En als ik mezelf dan de vraag stel, heren, waar bent u nou in dat alles? Als ik naar de wereld in het groot kijk, als ik naar mijn eigen leven kijk, als ik naar de kerk kijk, ik zie alleen maar mensen hun eigen ding doen. Op zichzelf gericht zijn. Om zich heen slaan. En heren, eerlijk gezegd, zie ik dat bij mijzelf ook. Wat Simson doet, ik ben net zo. Ik doe maar wat. Heren, waar bent u nou in dat alles? Richteren 15 laat ons dan vanmorgen zien. Bij al het menselijk. Al het zonder. Al het ikgerichte. Is toch de Heere bezig. Hij brengt de Filistijnen slag op slag toe. Hij is bezig een richter voor zijn volk in de juiste positie te brengen. Hij leidt zijn volk stapje voor stapje dichter naar de verlossing. De verlossing. Waarvan in deze geschiedenis dan wel steeds duidelijker wordt.
die zal wel echt bij God vandaan moeten komen. En dat wordt nog duidelijker als je kijkt naar het tweede punt van de preek. Ondanks de lafheid van Juda. Ondanks de ikgerichtheid van Simson, dat was het eerste. En nu als tweede, ondanks de lafheid van Juda. Simson heeft de Filistijnen alle botten stuk geslagen, staat er. En dan trekt Simson zich terug in een grot in Etam. Ja, maar Simson, u hebt toch de roeping om Israël te verlossen van de vijanden? En dan is het waar, u hebt de vijand nu een slag toegebracht, maar daarmee bent u toch nog niet klaar? U moet Israël toch voorgaan in haar strijd tegen de Filistijnen? Simson, u moet toch richter worden? Simson lijkt daar geen boodschap aan te hebben. Hij heeft zijn persoonlijke wraak gehad en zoals hij het al zei in vers 7, als ik mijn wraak heb gehad, dan zal ik daarna ophouden. Nou, dan zie je hem gaan. Ik heb mijn wraak gehad. Nu trek ik me terug in een rots in Etam. Ja, maar dat laten de Filistijnen toch niet op zich zitten. Zoveel ellende als Simson nu aangericht heeft, daar komt hij niet mee weg. Na die actie met die vossen en die brand hebben de Filistijnen nog de voorzichtige weg gekozen. Hebben ze Simson zelf niet aangepakt, maar na deze actie zullen ze hem krijgen. De Filistijnen verzamelen een leger en ze trekken Israël binnen. Ze legeren zich in Lehi, in het stamgebied van Juda, want daar is die grot waar Simson zijn toevlucht heeft gezocht. De Filistijnen rukken Juda binnen. En wat doet Juda dan? Ja, wat doe je als een vijand je aanvalt? Dan verzamel je het leger. Dan trek je ten strijde tegen de vijand van Gods volk. Niks daarvan. Kijk, daar komen de leiders van Juda naar dat Filistijnse leger, maar ze komen bijna kruipend. Wat komen jullie doen, Filistijnen? Wij hebben toch niks verkeerds gedaan? Oh, jawel, zeggen de Filistijnen, Simson zit bij jullie. Hem willen we hebben, dan zullen we hem eens laten voelen wat hij ons heeft aangedaan. Vreemde situatie is dit. De vijand, de Filistijnen op bezoek krijgen en die vragen dan of je hen even je vrijheidsstrijder uit wilt leveren. Simson uitleveren, de man die strijdt voor onze verlossing. Natuurlijk doe je dat niet. Oh ja hoor. Juda doet dat wel. Als de Filistijnen dat vragen, gaan ze direct op pad. Er komt geen soldaat in strijd tegen de Filistijnen, maar er zijn wel 3000 soldaten beschikbaar om Simson op te gaan halen. 3000 soldaten op weg naar die rots van Etam. En ze lijken zich er niet eens voor te schamen. Integendeel. Als ze bij die rots aankomen, roepen ze nota bene Simson ter verantwoording. Wat hebt u gedaan, Simson? Weet u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Dat zeggen ze tegen Simson. Tegen de man die door God geroepen is om Israël te verlossen. Geroepen om als richter leiding te geven aan dit volk in de strijd tegen de Filistijnen. Maar op het moment dat die Filistijnen daar voor de poort staan, zeggen de Israëlieten niet, Simson, neemt u de leiding in de strijd? Maar dan zeggen ze, Simson, de Filistijnen hebben hier de leiding. Jij moet je dus een beetje gedijst houden, anders krijgen we er alleen maar last mee. Och, zeg je, eigenlijk kan ik me daar nog wel iets bij voorstellen. Ik bedoel, de Judeërs worden al 40 jaar door de Filistijnen overheerst. Dan leer je dat op een gegeven moment ook wel. Dan leer je wel dat opstand betekent dat je ellende krijgt en dat wanneer je braaf je hoofd voor ze buigt, dat je dan tenminste rust hebt. Ja, dat mag wel logisch klinken. Maar in die houding doen de mannen van Juda eigenlijk precies hetzelfde als wat in het hoofdstuk hiervoor de bruid van Simson deed. Toen die 30 bruiloftsgasten dreigden haar huis in brand te steken,
Toen vertrouwde ze niet op haar eigen man Simson, maar toen koos ze voor haar eigen veiligheid en daarmee voor de vijand. En ontfutselde ze Simson het geheim van het raadsel. Dat leek op dat moment heel slim. Ze leek haar hachje gered te hebben. Maar we hebben vanmorgen gezien dat juist daardoor uiteindelijk gebeurt waar ze zo bang voor was. Ze wordt met haar vader levend verbrand. Kiezen voor de vijand lijkt veilig. Lijkt slim. Zo red je je eigen hachje. Maar die keuze brengt je uiteindelijk naar de ondergang. Zo is het hier met Juda ook. Want die vijanden, dat zijn de Filistijnen, dat zijn de vijanden van Gods volk. Als je uit angst of uit gemakzucht voor de vijand kiest, dan kom je zelf aan de verkeerde kant van de lijn te staan. Je kunt wel voor de vijand kiezen, maar het is en blijft je vijand. Hij gaat je uiteindelijk kapot maken. En om het nog erger te maken, als je voor de vijand kiest, vind je ook nog eens God tegenover je. En toch doen we het zo graag. Ja, wij ook. Diezelfde keuze als Juda. God wijst ons ook de vijand aan. De wereld die vijandig staat tegenover God. De zonde die jou kapot maakt. Maar we heulen toch zo graag met de vijand mee, want dat voelt wel zo veilig. In de samenleving moet je vooral niet te zwart-wit zijn. Je wilt vooral dat de mensen zien dat je wel redelijk bent. En diep in je hart vind je dat misschien nog wel belangrijker dan dat ze de Heer Jezus leren kennen. Want je wilt toch niet dat ze denken dat je fundamentalistisch bent of zo. In mijn vriendengroep op school of tussen mijn collega's, ja, er gebeuren dingen die niet kunnen. Dat weet ik wel. Maar ik kan er maar beter niet tegenin gaan, want dan schrijven ze me af, dan vinden ze me stom. Dus ook ik lach maar een beetje mee. Diep in ons hart zijn die woorden van Juda toch best wel te begrijpen. Waar mensen in onze omgeving al te duidelijk Bijbelse waarheden laten horen, dan denk je zomaar bij jezelf, oei, wees er maar een beetje voorzichtig mee. Anders krijg ik daar als christen alleen maar last mee. Nee, begrijp me goed, dat is geen oproep om zo lomp mogelijk te zijn. Goed over je woorden nadenken is helemaal niet verkeerd. Maar al te veel voorzichtigheid, doen we dat nou om God te behagen? Of toch om onszelf te behagen? Voor Juda is duidelijk, Simson heeft het verknoeid bij de Filistijnen en dus moet hij daar zelf de gevolgen ook maar van dragen. Dat vertellen ze hem dan ook. Simson, we gaan je aan de Filistijnen overleveren. Pijnlijke boodschap voor Simson. Zijn eigen volksgenoten geven hem over aan de vijand. Maar Simson sputtert niet tegen. Hij vraagt nog wel een garantie. Jullie gaan mij zelf toch niet doden? Nee, dat kunnen de Judeërs dan nog wel beloven. Wij binden je vast, maar doden zullen we je niet. We leveren je alleen maar over aan de Filistijnen. Nou, onder die voorwaarden werkt Simson mee. De handen worden uitgestoken. Met twee nieuwe touwen worden zijn handen vastgebonden. En zo wordt hij meegesleept naar het Filistijnse kamp. Inleg. Daar gaat Simson. De verlosser van Israël. Door God aangewezen om, zo had de engel dat tegen zijn ouders gezegd, om een begin te maken met de verlossing van zijn volk. De verlosser van Israël. Wordt hier door de Joden, de Judeërs, gebonden om overgeleverd te worden in de handen van de heidenen
die deze verlosser van Israël zullen doden. Inderdaad. Ongewild en onbedoeld is Simson hier het beeld geworden van hem die eens Israëls verlossing zal voltooien. Hij die ook door de Judeërs, de Joden, zijn eigen volksgenoten gebonden werd, vervolgens aan de heidenen werd overgeleverd om door hen ter dood gebracht te worden. Simson, die maar een eind doet en alleen maar met zichzelf bezig lijkt, wordt door Gods wonderlijke leiding van de zaken nu opeens het beeld van niemand minder dan van de Heere Jezus Christus zelf. Christus werd immers ook vrijwillig gebonden door zijn volksgenoten. Daarbij Gethsemane, hij verzette zich niet. Maar zijn weg ging nog verder dan de weg van Simson. Want Christus verzette zich ook niet tegen de heidenen. Hij ging deze weg tot het einde. Hij liet met zich doen wat de Filistijnen met Simson hadden willen doen. Hij liet zich doden. Doden aan het kruis. Niet omdat hij dat verdiend had. Maar omdat Simson dat verdiend had. Omdat u dat verdiend had. Omdat ik dat verdiend had. Wij, die net als Simson zo vreselijk ikgericht zijn, we doen maar wat. Dat is toch de samenvatting van ons leven, wij doen maar wat. We lopen voortdurend over Gods geboden heen, zoals Simson dat doet. We zijn voortdurend met onszelf bezig, zoals Simson met zichzelf bezig is. Daarom liet Jezus Christus zichzelf aan dat kruis vastspijkeren. Daarom, om die schuld te dragen voor Joden, volksgenoten en voor heidenen. Mensen zoals u en ik. Zie hem daar gaan, Simson. Onbedoeld en ongewild is hij die een begin zou maken met de verlossing van Israël, het beeld geworden van hem die de verlossing van Israël eens voltooien zal. Het is Gods leiding in alle gebeurtenissen, waardoor zo het beeld van de Heere Jezus zichtbaar wordt in het leven van Simson. Zoals het ook Gods leiding is, waardoor Simson het gaat leren om het zelf alleen van deze God te verwachten. En dat brengt ons bij het derde punt van de preek. Simson wordt richter dankzij de redding van God. Dankzij de redding van God. Vastgebonden door zijn eigen volksgenoten, wordt Simson naar dat Filistijnse kamp gesleept. Vanuit de verte zien de Filistijnen hem al aankomen. Dat is toch prachtig. Hun grote vijand wordt door Israël zelf overgeleverd. Juichend strekken de Filistijnen hun handen al naar hem uit. Juichend alsof ze zelf een grote overwinning hebben behaald. Maar op dat moment wordt de geest van God vaardig over Simson. Je zou het zo kunnen zeggen, bij al het menselijke van dit hoofdstuk. Bij het menselijke van Simson, bij het menselijke van Israël, laat nu de Heere merken dat hij er ook nog is. De geest van God wordt vaardig over Simson. Die touwen om zijn polsen, die vallen op dat moment als gesmolten draadjes van hem af. De Filistijnen zien dat gebeuren. Ja, de Israëlieten ook, maar die zijn gauw weg. Zo gauw kunnen die Filistijnen niet wegkomen. De eerste vijanden smijt Simson al van zich af. En dan ziet hij daar een ezelskaak liggen. Een stevig bot. Het is nog vers, het is nog krachtig. Hij grijpt het en als een beukhamer zwaait hij ermee rond. Geen Filistijn die er tegenop kan. Ze vluchten alle kanten op. Voor zover ze vluchten kunnen. Want de een na de ander wordt al geveld.
tot er rond Simson alleen nog dode Filistijnen over zijn. Wat een verlossing. Dat is nou wat er gebeurt als de God van Israël zich ermee gaat bemoeien. Dan moet de vijand van zijn volk vluchten. Dan wordt de verlossing van Israël werkelijkheid. Ja, verlossing voor Israëlieten die zelf hun verlosser aan de vijand hebben overgeleverd. Ook voor hen is er nu deze verlossing die God door middel van Simson geeft. Het is dus een verlossing die niet verdiend is. Die ikgerichte Simson heeft het niet verdiend. Die laffe Judeërs die uit angst voor de vijand hun verlosser hebben overgeleverd, hebben het niet verdiend. En toch geeft de Heere het. Verlossing van de vijand. Dat heet nou genade. Genade om je over te verwonderen. Toch, Simson? Ja, dat zou je hopen, dat zou je denken. Daar staat Simson met die ezelskaak in zijn hand. Luister, hij zingt zijn overwinningslied. Met een ezelskinnebak, één hoop, twee hopen, met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. In het Hebreeuws zit daar een soort van rijm in. Alsof Simson het zingt. Met een ezelskaak sloeg ik elke vijand raak. Door mijn kaak van een ezel vluchtte de rest als een wezel. Wie deed dat, Simson? Ik deed het. Ik, Simson de Geweldige. Zelfs de plek waar het gebeurd is, krijgt een mooie naam om dat te herinneren. Ramoth Lehi, de heuvel van de kaak. De plek waar ik, Simson, met een ezelskaak de vijand in de pan hakte. O, Simson. Heb je dan nog niks geleerd? Nee. Simson heeft nog niks geleerd. Maar u dan? Hebt u het wel geleerd? Hoeveel hoogmoed zit er bij u nog? Hoeveel hoogmoed zit er nog bij mijzelf? Nee, zo overduidelijk als bij Simson komt het bij ons misschien niet altijd aan de oppervlakte. Maar in ons hart leeft ook daar niet de gedachte dat wij zelf nog heel wat voor elkaar kunnen krijgen. Dat we in het dagelijkse leven onszelf prima kunnen redden. En dat we in het geestelijke leven met onze eigen inzet ook nog een heel eind komen. Simson vindt zichzelf heel wat. Nog steeds is hij tegenover God niet op de juiste plek. Maar de Heere is nog niet klaar met hem. Kijk maar, Simson is uitgezongen. Die ezelskaak gooit hij weg, die heeft hij niet meer nodig. Maar op dat moment merkt hij pas hoeveel dorst hij heeft. Al die inspanning, eerst de tocht hier naartoe en dan nu die veldslag die hij met een bovenmenselijke kracht uitgevochten heeft, het heeft het laatste druppeltje van zijn vochtreserves gekost. Simson is uitgedroogd. Hij is er gewoon beroerd van. Maar waar is hier water te vinden? Simson kijkt om zich heen, hij ziet het nergens. En dat terwijl de Filistijnen nog in de buurt zijn. Goed, ze zijn gevlucht, maar wie weet, misschien houden een paar verkenners hem nog wel in de gaten. Zo verzwakt als dat hij nu is, is hij een makkelijke prooi voor iedereen die hem tegenkomt. Ja, Simson. En nu dan? Met die ezelskaak sloeg je iedereen raak. Geen Filistijn kon tegen je op. Ik ben Simson, wie doet me wat? Hoe zit het nu dan met die zelfredzaamheid? Hoe ga je jezelf nu verlossen? Nog even, Simson. En je bent net zo dood als al die vijanden om je heen. Je bent net zo zwak en kwetsbaar als elk ander mens. En ja, dat is dan eindelijk het moment dat Simson door de knieën gaat.
eindelijk horen we Samson doen wat we hem tot nu toe nog geen enkele keer hebben horen doen. Hij roept de Heere aan. En niet alleen dat, hij erkent daarbij ook die grote verlossing, die is door de Heere aan hem geschonken. En Samson brengt ook zijn eigen nood onder woorden. Heere, als u nu niet reddend ingrijpt, dan moet ik sterven, dan moet ik omkomen. Eindelijk. Eindelijk is Samson waar hij zijn moet. En op datzelfde moment is er dan ook de verlossing van de Heere. In die rots is een holte die door de Heere wordt opengescheurd. Water, levend, reddend water vult de rots. En Samson, hij drinkt en drinkt. En zijn geest komt in hem terug, staat er. Het is alsof Samson al dood was, maar hierdoor de Heere opnieuw het leven geschonken krijgt. Eindelijk is die belangrijkste les door Samson geleerd. Niet ik, o Heere, maar u alleen, zij de eer. Van u moet ik het hebben. De verlossing kan alleen door u geschonken worden. En de eer voor die verlossing komt ook u alleen toe. Wat een les voor Samson. Wat een les voor u en voor mij. Waar moet onze verlossing vandaan komen? Ook wij kunnen onszelf wijsmaken dat we op zijn minst een deel daarvan nog voor onze eigen rekening kunnen nemen. Dat we in het aardse bestaan al best onszelf kunnen redden. En dat we ook in het geestelijke leven, in de strijd tegen de zonde en om van het oordeel verlost te worden, nog zelf best wat mee kunnen brengen. Die ene zonde overwin ik zelf en door netjes te leven en mijn best te doen, kan ik de hemel nog wel een stukje dichterbij halen. Nee, Samson, u redt het zelf niet. O, zeker, er moet wel gestreden worden. Het gevecht met de vijand moet geleverd worden. Je kunt niet met de armen over elkaar blijven zitten, nee. Maar waar begint nu de strijd van Samson met de vijand? Dit gedeelte laat het zo duidelijk zien. Daar waar de geest van de Heere over Samson komt. Ik zou kunnen zeggen, daar waar God in je leven aan het werk gaat. Waar Gods geest je leven anders maakt. Daar begint de strijd. Daar begint de overwinning. En ik dan, wat moet ik dan doen? Ik moet vooral niks doen. Behalve dat ene. Dat Samson hier uiteindelijk leert. Ik moet de Heere aangaan. Hoe duidelijk Samson dat geleerd heeft, dat blijkt wel uit het feit dat hij ook deze plek een naam geeft. Naast die trotse heuvel van de Kaak, zegt hij nu, dit is de fontein, de bron van de roepende. Dit is de bron waar ik geleerd heb om het niet langer van mijzelf te verwachten, maar God aan te roepen. Kijk, zulke plekken, onthoud die in je leven nu maar. Kent u die plaats nog waar u voor het eerst de Heere aan ging roepen? Nou, misschien kent u de precieze plek niet meer en dat is ook niet het belangrijkste. Als u dat aanroepen zelf maar wel geleerd hebt. God smeken om redding. Redding door het offer van Christus. God smeken om zijn geest. Die geest die ook in jouw leven als enige de kracht kan geven om de goede strijd te strijden en vol te houden. God aanroep. Ja, zeg je, maar denk je dat dat voor mij nog kan? God ziet mij aankomen. Ben je daar bang voor? Ja, zeg je, maar daar heb ik het naar gemaakt. Nou, dat kan zijn. Daar heb ik het ook naar gemaakt. Dat God me zou zien aankomen. Maar kijk dan nog één keer naar Samson. Waar heeft hij het in dit hoofdstuk wel niet nagemaakt? Maar als zijn knieën gebogen worden, als God hem dat zelf heeft geleerd, als de nood beleden wordt, als de Heere wordt aangeroepen, dan wordt dat gebed, zelfs van die Samson die maar een eind doet, dan wordt dat gebed door de Heere verhoord.
geef dat nou aan u ook niet, alle vrijmoedigheid om de Heere aan te roepen. Om hem aan te roepen in de naam van hem, die door Joden werd gebonden en door heidenen werd gekruisigd. Naast de heuvel van het kaakbeen ligt de bron van de roepende. Dat aanroepen van God, daar moeten we het van hebben. Simson heeft uiteindelijk die les geleerd. En daarom dat dit hoofdstuk eindigen kan, toch met vers 20. Hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen, 20 jaar lang. Simson heeft geleerd tot God te roepen. Nu kan hij leiding geven aan het volk van God. Als een man die het van God leerde verwachten. Als een man die van Gods verlossingswerk leerde leven. Als een man waarin de geest van God werkzaam is. Amen.